Ja, we sponsoren Pink eigenlijk om drie redenen. Eén, als je als bedrijf Curious heet, ja, dan ben je zo intens nieuwsgierig, dan kan alleen Pink dat bevredigen. Het tweede is, als je kijkt naar waar Pink voor staat, people, ideas, nature, creativity, ja, wat moet ik nog meer zeggen, daar staan wij ook voor. En het derde is, ja, dat is eigenlijk heel, heel simpel, we willen graag bij de Pinken zijn. Veel plezier vandaag. Peter, je hebt me gevraagd te motiveren waarom jullie als adformatiegroep en tijdschrift voor marketing Pink sponsoren. Nou, als marketeers ben je gewoon verplicht om out of the box te denken. Pink is nou juist zo'n event waarbij je puur sang out of the box moet denken. Als ik terugkom van zo'n dag ben ik altijd zeer geïnspireerd. En ook al pak je maar 10% van wat je daar hebt gehoord, dan is dat al een geweldig rendement in marketingtermen. Plus dat wij ook graag een van onze goede relaties uitnodigen om die dag mee te maken. Het gevolg is hetzelfde. Wild enthousiaste verhalen. En qua relatiebinding is dat een beter middel is er eigenlijk gewoon niet. Dus sponsoring voor Pink is er maar één credo. Doen. Hij loopt. Omdat ik van Peter van Lindhoek hou. Ja, dat was mooi. Dat was hem. iTunes sponsort Pink, omdat we een groot gevoel van verwantschap hebben met het mooie congres. We richten ons op het bieden van inspiratie en ook verdieping. En dat doen we wij vanuit het designperspectief op thema's als duurzaamheid, internationalisering, technologische innovatie. Het zijn allemaal thema's die we ook heel erg bij Pink terug zien komen. En daarom is het voor ons een jaarlijks hoogtepunt om deel van uit te maken. En willen we er graag rugbaarheid aan geven bij onze lezers. Ik hoop dit nog heel lang te kunnen doen. Oké, 12 jaar geleden toen Peter me informeerde over zijn plan met Pink, was ik eigenlijk meteen getroffen door het unieke karakter van zijn evenement. En het paste toen met name heel erg sterk bij mijn denkwijze en nog steeds. Om gewoon eens tenminste één dag per jaar stil te staan bij andere dingen dan geld. En specifiek je eigen business heel navelstaardig te benaderen. En eigenlijk ben ik geen enkel jaar teleurgesteld. Je hebt betere presentaties, slechtere presentaties, gemiddelde presentaties. Maar overall is Pink altijd wat mij betreft een 9+. Wij sponsoren Pink omdat Pink echt de grootste verzameling brain candy biedt die Nederland maar te bieden heeft. Totaal blanco naar binnen gaan en totaal gevuld weer naar buiten gaan. Dat gun je iedereen. Wij sponsoren Pink omdat waar met zoveel passie en met zoveel liefde content wordt gemaakt en kennis wordt overgebracht, daar willen wij bij betrokken zijn en daar willen we op aangesloten zijn. En daar wil ik uiteindelijk naartoe. Ja, ik kan het hier natuurlijk hebben over doelgroepen en aansluiting en doelstellingen die zo lekker matchen tussen NRC Media en Pink. Maar het is natuurlijk hartstikke mooi. Hier wil je toch bij zijn? Hier wil je toch bij horen? Laten we inspireren en laten we het houden. Ik weet niet waarom ik Pink sponsor. Ik doe het al jaren en het interesseert me eigenlijk ook helemaal niet, maar ik wil het niet missen. Heel simpel en ik vind ook dat je het zelf niet mag missen. Het gaat helemaal niet om het geld. Je moet die dag er zijn. Koop gewoon dat kaartje. Ik sponsor het. Niet jou, maar wel Pink. Gewoon komen.